Get yourself together. From on yourself, Shia. Be a man. Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het vrijdag 25 augustus. En zoals ik al heb verteld in mijn... Oeh, mijn raam staat al open. Sorry, ik heb zeg maar zo'n hoor van mijn raam, maar hij was open. Ik ga allemaal vliegjes naar binnen. Zoals ik al zei in mijn vorige vlogs, heb ik vandaag een bruiloft van mijn neef. Ja, ik ga jullie vandaag gewoon meenemen. Ik ben al een beetje begonnen met opmaken. Ik heb net mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ga ze nu even strak trekken. En daarna ga ik make-up doen. Dus ja, jullie zullen het vanzelf wel zien allemaal. Ik ga vandaag aandoen een sari voor het eerst in mijn leven. Dat is ja, Indiase kleding. Ik zal het wel even laten zien. Ik ga me nu even verder opmaken en dan ben ik later bij jullie terug. Hey guys, ik ben er weer. Ik ben, ik heb make-up gedaan. Wacht, laat me even daar laten zien. Oeh, zo, het licht is gelijk anders hier. Ik heb make-up gedaan. Mijn sari is rood met goud. Alleen ik heb niet echt veel goud in mijn oogmake-up. Maar ik ga het gewoon zo laten. Ik ben bang dat ik het anders verpest of zo. Dus ik ga nu even snel wat rijstwafeltjes eten. Die liggen daar op mij te wachten. En daarna ga ik mijn haar krullen. Dat heb ik echt zo lang niet gedaan. Hè? Echt 2 jaar of zo. Ik ben echt benieuwd hoe het weer gaat zijn. Guys, ik ga deze heat protection gebruiken van Kruidvat. Ik weet echt niet of het... nuttig is, maar baat het niet, dan schaadt het niet, denk ik dan. Dus ik doe dit voor de zekerheid maar in mijn haar, maar als je je haar krult, is het toch altijd wel slecht, maar ja. Je weet maar nooit. Daarnaast ga ik deze krultang gebruiken van Iso. Hij is heel heet, dus je moet goed uitkijken. Deze is van Iso. Ik zou echt niet weten welke het is. Eeuw, er zit een haar tussen. Maar ja, deze is het. En hier kan je echt hele mooie dunne krullen mee creëren. Nou, dit is dus before. Zo ziet mijn haar er nu uit. Ik heb die sprayer nog niet ingedaan, maar ik doe het zo even. Maar, ik heb zo lang niet mijn haar gekruld, hè. Maar, ik heb best wel zin in eigenlijk. Guys, ik ben dus nu mijn haar aan het krullen. Oh my god, dit moet ik even delen. Ik heb serieus na zo lang krul ik weer mijn haar. Ik vind het zo geweldig. Dat is één plek. Ik ben nu al weg. Kijk maar. Oké, dit ziet eruit als een klein kindje, maar... Jongens, ik ben helemaal weg hiervan. Na 2 jaar krul ik weer mijn haar. Vroeger deed ik het zo vaak. Oh my god. Vroeger deed ik zo vaak en nu weet ik weer waarom. Oh my god. Die Iso krultang is zo goed, hè. Serieus. Nou jongens, dit is het. Sorry voor mijn volle mond. Kijk, pizza. Maar dit is het eindresultaat. Ik ga er even wat biozoek in doen. En dat zorgt ervoor dan voor. Zo, dat zorgt dan voor dat het niet gaat pluizen. Want mijn haar pluist zo snel. Hi guys, ik ben klaargemaakt. Ik heb. Mijn sari laat allemaal steentjes geeft het af. Ik heb aan mijn sari. Even laten zien hoor. Ja, het is een beetje donker, maar dit heb ik aan. Mijn sari. Ik heb zo'n tika op. En zo ziet mijn sari eruit. Mijn schoenen liggen beneden. Ik ga nu snel eventjes wat foto's maken en dan ga ik snel naar de bruiloft. Watch those eyes light up with a smile. River in the night, good times. Oh, you taught me all that. Bij Gouda Bowling Center. Oké, guys, ik doe even mijn flashlight, want je ziet mij niet. Ik heb echt helemaal niet gevlogd. Ik ben ook echt helemaal niet uitgekomen. En ik ben kapot donker. Ik denk dat ik morgen ook niet eraan toe ga komen, maar we zullen het zien. Mijn vader wil ook. Ik wil ook. Mijn moeder wil ook. Waarom wil je opeens al mij mee vloggen? Normaal wil je nooit.
Oh, zeker omdat je nu mooi uitziet, hè? Ik heb nu make-up op. Wat deed je? Oké. Okay. Sporting verzocht. Oh my god. Nee, maar jongens, ik ben echt niet aan vloggen gekomen. Je bent veel te veel bezig om de hele tijd te vloggen. Maar ik ga hem best doen voor jullie. Oké, jongens, ik ben thuis en ik heb echt een probleem. Want deze churia's waren te strak. Vraag me niet hoe ik ze aan heb gehad. Eigenlijk die twee rode die je hier ziet, zouden ook aan de andere kant moeten. Maar het was zo strak dat ik dat niet meer heb gedaan. En hier ook. En ik moet ze nu uitkrijgen. En het gaat echt pijn, want ik ga huilen. Oké, de waspak is een bende. Let daar niet op, maar... Oké, hoe moest ik dit doen? Dref. Ik ga zo hard huilen, jongens. Ik draag het helemaal zo. Helemaal vol. En dan die boterhamzak. Oh my god. Oh my god, ik ga zo hard. Belletje! Ik hoop zo dat het gaat helpen. Oh my god. Nooit de kleine churia's aan. Want je gaat je leven echt haten zoals ik nu. En ik moet er nog... Oké, dat was de ergste, want die was dik. Jongens, ik haat mijn leven op dit moment zo hard, hè. Stom churia's. Oké, ik zeg eerlijk, die dreft helpt wel, man. Oké. Ik kan niet meer... Deze is dikker dan die andere. Maar als deze grote moet kunnen, dan moet deze ook kunnen, hoor. Ik durf niet meer. Hier is mijn hand helemaal rood. En hier zo ook. En hier zo. Waarom heb ik überhaupt deze stomme dingen aangedaan? Weet je wat nog grappig is? Daar is niks grappigs aan, maar ik had hem aan en ik keek in de spiegel en ik dacht echt, eeuw, het staat niet eens mooi erop. Waarom heb ik het aangedaan? Maar dan kreeg je niet meer uit en ik had geen zin in die gedoe, dus... Oké, nu die andere hand. Als jullie weten hoe ik dit aan heb gekregen, ik ging bijna janken. Maak alsjeblieft nooit deze fout, jongens. Dan maar geen churia's, maar het is echt niet te doen. Ik durf niet. Oké. Get yourself together. Verman jezelf, Shaya. Be a man. Nog twee. Oh my god! Ik ben er vanaf nu, hè. Ik ga nooit meer van mijn leven churia echt dragen. Ik kan hier nog wel even staan, hoor. Ik ga het goed laten koelen, want anders kan ik aan niet gekomen. Doe het alsjeblieft nooit na. Don't try this at home. Please don't. Trouwens, voor de mensen die niet echt veel weten over Jeroenstaanse bruiloft en zo. Jeroenstaanse bruiloft bestaat echt uit 3 dagen volgens mij. Je hebt de eerste dag, dat is meestal op de donderdagen. Dan heb je volgens mij tielijk. Ik zeg eerlijk, ik heb niet echt meegemaakt ooit van tielijk. Dus ik weet niet wat er precies wordt gedaan. En dan de tweede dag, dat is meestal op vrijdag, dan heb je dan Bhutwaan. Dat is dus de meisjeskant hebben dan hun eigen feest en de jongenskant hebben dan hun eigen feest, dus bruid en bruidegom. En ja, die dag wordt ook popcorn gebakken. En die popcorn wordt gebruikt op de trouwerij zelf, zeg maar. En dat is dan morgen, de zaterdag meestal. Dat heet Bia en dat is gewoon echt de bruiloft. Dan gaan ze allerlei rituelen doen, allerlei gekke spelletjes spelen. Tradities zijn dat allemaal. Ik heb nog nooit echt van super dichtbij
bruiloft meegemaakt. Echt alles erop en eraan. Dus ik weet niet precies wat er allemaal wordt gedaan. Maar er komt echt heel veel bij kijken. Ja, morgen is dus de Bia. En dan gaan de bruid en de bruidegom echt trouwen gewoon. En die popcorn wordt dan ook gebruikt. Want je hebt zeg maar een soort vuur. Dat heet volgens mij hubben. Dan gaan ze allerlei soorten puja's doen. Gebeden en zo. En weet ik veel wat allemaal. En die popcorn die ze dan hebben gebakken op de vrijdag bij de Betwaan gebruiken ze dan op de Bia. En dus ja, morgen is eigenlijk de dag dat mijn neef echt gaat trouwen. Dus dat is wel heel leuk. Jongens, ik ben zo blij dat mijn armband eindelijk eraf zijn. Ik zat heel de dag te denken, hoe ga ik die armband eraf krijgen? Ik ga ze morgen echt niet aandoen hoor, want ik had diezelfde set zou ik morgen ook aandoen. Bekijk het lekker. Ik ga weer gewoon lekker met mijn blote armen. I don't care. Oh joh, jongens, als jullie zien wat ik morgen aan heb. Ik vind het echt leuk. Ik ga het niet verklappen. Het enige wat jullie weten is dat het blauw is. Ik ga morgen proberen meer te vloggen, maar ik kan echt niks beloven. Jongens, ik wil je trouwens wat laten zien. Dit was dus eigenlijk mijn blouse die bij die sari zat. Maar ik had het laten maken bij een vrouw. En die vrouw heeft dus dit vervangen voor een rode blouse. Die ga ik jullie zo laten zien. En die touwtjes heeft ze, hier zaten kraaltjes aan, die heeft ze eraf gehaald. En heeft ze de mouwen die hier aan zaten op een rode blouse gemaakt. Kijk, ik ga jullie ding nu even laten zien. Dus kijk, deze mouwen. Deze mouwen heeft ze dus. Oh my god. Zij zei zo irritant. Ik hoorde de hele dag alleen maar steentjes vallen. En het bleef haken overal, maar... Dit had ik dus heel de dag op mij gewoon. Dit is super zwaar. Maar goed, dit is dus die blouse. Dit was eigenlijk goud, dus dat was die blouse. Maar die vrouw had een rode stof, heeft ze die rode stof er aangemaakt. En achter heeft ze van die... Ik weet niet of je het kan zien, maar... Deze kraaltjes heeft ze dus ook hieraan vastgemaakt. Ik heb nog nooit de sari gedragen. Dit is serieus de eerste keer. Kijk dan hoe mooi. Ik vind het zo zonde, want meestal... Oh. Meestal als je zulke dingen koopt, dan draag je het één keer en daarna draag je het niet meer. Maar kijk, nu heeft iedereen het al gezien, maar ik zeg eerlijk, het boeit me echt niet. Ik vind het zo mooi en ik heb uitslag onder parfum, denk ik. Verdorie. Het is weer helemaal rood. En ik heb niet eens aangezeten. Ik zit er nu pas aan. Maar ja, ik ben daar echt voor parfum. Nog een raar weetje van mij. Maar ja, echt zo balen. Ik moet altijd op mijn kleren spuiten, anders word ik allergisch. Anders krijg ik uitslag, bedoel ik. Maar ja, dit was de eerste keer dat ik een sari aan had. En het was echt wennen. Het was zwaar. Het was echt irritant. Ik kon niet eens de trap oplopen, moest heel duur zo vasthouden. Maar het is wel echt mooi. En ik denk echt dat ik hem... vaker gaan aandoen nog hoor. Ik vind het zonde om zoiets nooit meer aan te doen. Hij is ook helemaal gemaakt op mijn maat en zo. Dus ja jongens. Dat was mij echt verbaasd. Ik zit nu te kijken en deze Tika heeft gewoon heel de dag... Oh shit, lipstift. Die Tika, zo heet dit, heeft gewoon heel de nacht geplakt. Terwijl ik gewoon nog crème heb gezet, alles hè. Normaal vallen die dingen er altijd af. Maar oh kijk die puist. Nu is het gewoon heel de dag gezeten. Goeie. Jullie dat ik vroeger, toen ik misschien 5, 6 jaar was, dat ik echt altijd van zulke tika's ging dragen gewoon naar school, hè. Gewoon voor de lol. Ik vond het altijd zo mooi. Ik ging gewoon tika's dragen overal waar ik ging. Of ik nou naar buiten ging, of ik nou naar school ging, of ik nou naar mijn oma ging, of ik weet niet waar ik ging, maar ik ging altijd dat dragen. Ik sportte echt niet, hè. Eigenlijk best wel schattig, zo'n klein meisje die gewoon rende met tika overal gaat.